Ik heb weer een aantal dingen bij AliExpress en Wish besteld. Ik begin met deze diamond painting. Hij is erg licht, maar het is Tinkerbell met pastelkleurige vlekken. Dus ik ben hier erg benieuwd naar. Maar we moeten er nog mee beginnen. Dan heb ik een sticker gekocht van Pikachu. Ik vond die wel erg schattig. En een, ja, een set met allemaal verschillende washi tape. Er zitten wel hele leuke tussen. Die komt bij Wish vandaan. En meestal bijna alles wat ik toen dus bij Wish heb besteld is eigenlijk betaal alleen de verzendkosten. Dan deze knuffel, dit uiltje. Hij is echt heerlijk zacht en erg schattig. Dan heb ik zoals glow in the dark sticker gekocht. Dus van de, ja, hij geeft aan dat de ingang van Ministry of Magic waar die zit. Dus deze moet op de wc. En ja, hij is een beetje lastig te zien. Maar je ziet daar de Ministry of Magic. En dan moet er een pijl naar beneden. Naar de, in de toiletpot wijzen. Dan een ketting. Met een quote. You are blood of my blood and bone of my bone. I give you my body, that we two might be one. I give you my spirit, till our life shall be done. Outlander, de huwelijksgelofte. Vond die wel heel mooi. Dan iets waarvan ik helaas had gehoopt, waarvan ik had gehoopt dat het een pin was, maar het is een broche. If you can read this, you are too close. Vond het wel leuk. Dan boeken leggen met daarin de golden, de gouden snaai van Harry Potter. Stickers. Dit zijn allemaal getatoeëerde vrouwen. Waaronder ook Disney prinsessen. En dit zijn hele schattige met zeemerminnen. En als laatste de toverstok van Bellatrix. Ik raad je alleen af om de, tenminste de goedkope via Wish te doen. Deze was alleen verzendkosten betalen, want ja, het is op camera niet te zien. Maar ik heb twee keer heb ik het geprobeerd. Ik heb er ook die van Voldemort, maar die kwam in 3 stukken aan. Deze kwam, ook ondanks dat hij in doos zat, in 2 stukken aan. Je blijft het altijd zien. Ook, want ik heb hem gelijmd. Nou ja, ik heb hem laten lijmen. Maar ook ondanks dat zul je toch altijd wel blijven zien. Of ja, het is omdat ik het weet. Maar ja, ik wil nog ooit nog een keer eigenlijk een duurdere kopen. Maar ik durf niet zo snel meer om via Wish iets te kopen wat beschadigd is. Wat wel een voordeel was, ik kreeg mijn geld wel terug. Dus daar doen ze absoluut niet moeilijk over als iets beschadigd of iets kapot aankomt. Dus dat maakt de stap wel iets makkelijker. Maar alles bij elkaar, hij ziet er wel mooi uit. Hij ligt ook wel fijn in de hand. Maar het is alleen, ja, dit is ook zo mooi. Het is een hele eenvoudige stok. Waardoor dit patroon
maakt hij wel iets specialer. En ondanks dat hij kapot is, ben ik er toch wel heel blij mee. Want voor de rest ziet hij er wel mooi uit.